applaus. Ja, daar gaan we van start. Heel gerust. Veel succes jullie vandaag. De aanvoering van Wim Metselaar en Noah Vreeswijn hier. De start van een peloton. Ik zie de wedstrijd kijken hier. Er komt hier voorbij, er komt Hugo Kars daarbij. Het gezelschap ook van Erben van Meer. Ook Stijn Hanegaaf gezien hebben, we gaan dat vervolgens strijden hier. Er zit Willem van Veen in de aanvoer in het peloton. Vorige week nog winnaar van de Herman van Sprengel Diamonds in België. Westvlaamse Torhout, Roosendaal komt dus aan de buren, Pieter de Groof. Dit jaar goed voor een tweede plaats in Dommel en ook voor eigen publiek in Gelderland in de ronde van TNL Dommelsteek van Zelst. Van de eerste training voor nummer 17 bij de vorige Dommels, Hugo Kars. De tweede training kwam vrij bij 42 Dennis Willems. De derde training was voor Salva Alvarado. We hadden de vierde training voor het nummer 5 voor Arjan Boshoven. De vijfde premie voor nummer 27, Jamie Gets. Zijn de coureurs hier in het peloton. Vanaf de vierde plaats in de wedstrijd rijden er ook nog vier rondes voor de winnaar. Het peloton dat hier voorbij gaat komen onder aanvoering van Arjan Boshoven. Hugo Kars voorin, ook Martijn Razenberg. Er komt een overwinning. Ridder van Veenendaal uit Dommen. We hebben Salvedaal verraden uit Rotterdam met een man uit Zomeren, Noah Vreeswijk. Rital daar in de verte door de bocht komend. Sprint wordt van ver af ingezet. Het is het duel zoals we daar zien tussen het verleden aan Montecos en Julian Stevens. Staan nu stil. Ziet je daar slingerend over het wegdek richting aankomstlijn komen. Wie gaat de sprint inzetten? We gaan de sprint inzetten voor de overwinning vandaag. Nog steeds met drieën bij elkaar. Is het daar Hidde van Veenendaal op kop? We hebben een kijken naar de AGV-aankomst vandaag hier in Veldhoven. Wie gaat de hoogste ingrijpen met Noah Vreeswijk hiervoor? We hebben Noah Vreeswijk in duel met Hidde van Veenendaal. Hier op de meter hebben we steeds voor het voordeel van Hidde van Veenendaal van Noah Vreeswijk en boven Salvador Alvarado.
Hier in de sprint van het peloton met Pieter de Kamp en met Hugo Kraksel bij de eerste. Voor in de Siep van Gorm. Signaal gaan we zo dadelijk van start. De Vuurwijnmotor kan gaan oprijden. De politiemotorrijder gaat oprijden. Heel veel succes hier in coureurs. De opening van de Camper Cup 2017. De melding van het valpartij in het peloton. Hier de koplopers. En de aanvoerder zijn dus juist ook van. Als Mike Hoeven net op kop, die gaan we eens kijken. De valpartij die ook hier de slachtoffers heeft geteld, kan eens dus op achterstand komen. Martijn Schippers hier uit het peloton ontsnapt en hier gaan coureurs voorbij komen die wellicht door die valpartij op achterstand zijn gekomen. Zoals hier Gerard van Ham. We hebben drie koplopers, hier krijgen we het peloton. Het peloton gaat hier voorbij komen. Toekomst hier van Gerard Meijer in de kleuren van het snelle wiel Westronics. Uiteraard ook de bijzondere medewerking van de Groene Groep Veldhoven, de hoofdsponsor van de 21ste grote prijs Groene Groep die morgen plaatsvindt. Voor de stickercompagnie in Eindhoven meer dan vanzelf klevend. Een drukkerij Gielen bereikt de druk ook van de omloopkrant met volop informatie terug te lezen. Niet alleen over deze wedstrijd van vandaag, maar ook uiteraard over de dag van morgen. Als de Simac omloop der Kempen verreden wordt en over de grote prijs Groene Groep. Deze bij de snelle wielen hier passeren, nummers 10 en 12, Jaap Nijssen en Stef Huybers. We willen op de meeste 3, 2, 1 punten verdienen krijgen. Kwalificatiepunten dus voor het algemeen klassement van de Kempen Cup, waar fel om gesprint wordt met Wout Verbeek hier. 4 punten voor op de 2 punten komen bij Mark Verhoeven terecht. Dat geeft het dan voor Seth Elders, vorig jaar nog goed voor een tweede plaats hier. Vanuit de peloton. Het peloton hier voorbij komend. Vandaag de groep van Dirk Jansen-Griet Jacobsen voorin. De meter gaan we direct op bellen meer voor bij volgende door onze kwalificatiepunten. Weer het wegrijden Sam Elders hier met Mike Verhoeven, met Wout Verbeek. We hebben nog 6 rondes te gaan. We hebben nog 6 rondes te rijden hier onder aanvoering van Martijn Schippers.
Wij hebben twee doorkomsten op de Felix hier in de Doomstraat. Hebben uiteraard hebben een kwart voor drie op een verblijfingswedstrijd. De wedstrijd voor nieuwelingen meisjes. Die 40 kilometer hebben af te leggen. Dat allemaal dus morgenmiddag. Met om 4 uur om kwart over 4 de doorkomsten van de Zimak Omberkamp. En rond 4:30 dan de finish. Dan weet u de opvolging gaat worden van Oscar Riesenberg. Die vorig jaar de Zevende Kermisronde van Lijks-Gestel. 11 juli de jubileum kermisronde van Bergijk. Ook de kermisronde van Duitsland maandag 31 juli in het kader van de Camper Cup. We kijken naar het peloton hier voorbij komen. De Bielens voorin. Op maandag 14 augustus de kermisronde van Steven. De grote finale van de Camper Cup vindt plaats op zaterdag 2 september. De ronde van de Webos. Gaan we de laatste ronde in. Wout van Beek hier samen met Maaike Verhoeven nog één ronde te doen. Maaike Verhoeven uit Oud-Turnhout en Wout van Beek uit Nierpelt. Alles krijgt hier de bel voor de laatste ronde vanaf de derde plaats met Dirk Jansen, met Ruud Jacobs en met de nummer 2 van vorig jaar, Sam Elders. Bij de coureurs van TWC het snelle wiel gaan de laatste ronde in. Voor Jaap Nijssen en Stef Huybers. Vanaf de zesde plaats in de wedstrijd gaan we ook het peloton de bel geven voor de laatste ronde, voor de laatste 2400 meter. Peloton hier voorbij komen met de Kiel op kop, de laatste ronde. Wout van Beek in eerste stelling met Mike Verhoeven in zijn spoor. Duel tussen Wout van Beek en Mike Verhoeven hier op scherm van de steden wordt dat beslist in het voordeel van Wout van Beek voor Mike Verhoeven. Elders die trekt de sprint aan met Sam Elders in duel met Dirk Jansen, Ruud Jacobs hier. We gaan de sprint krijgen om de derde plaats. Met Sam Elders en Dirk Jansen. Ook Ruud Jacobs, juist de volgorde gaan die zo dadelijk geven. Derde plaats dus voor Sam Elders. Martijn Schippers voorin, ook Chris van Brussel meesprintend hier. Wordt gevraagd naar één HBO. De speciale premie krijgen die op de meet te verdienen, geschonken door de anonieme huurlijk hebben uit Wintelree met nog 11 rondes te doen. En die premie die gaat naar Zeeland, naar Kruiningen. Met nog 11 rondes te gaan, daar de doorkomst dadelijk van het peloton. We gaan de doorkomst krijgen van het peloton hier onder aanvoering. Met nog 9 rondes te doen. Matthijs Barendrecht hier voorin met Bart Arts ook bij de eerste. Ook Jos van Zandbeek die we mee zagen sprinten. We
wagen Philip Heijnen. Kop van het peloton zagen we Niels Hogeveen. Dat is een steeds verder uitgedunde peloton. Hier in de 7e en 8e stelling gaan de jacht openen. Onder leiding van Aaron Bosman. We zien dat Niels Bakker op kop. Thijs Barend dreigt die grote botsing op dit moment. Met nog 4 rondes te doen. Jonathan zojuist door een valpartij hier uit deze groep weggevallen, Sjors van Zandbeek. Blijven over in koers hier voor de finale. Bart Arts uit Winterree, Bas van Dinter uit Rossum, Seb Stuurman uit Sint-Oederode, Marco Stam uit Sprang Capelle en Thijs Barendrecht uit het Zeeuwse Kruiningen. Er ook nog 2 rondes te gaan hier voor het peloton. Nog 2 rondes voor het peloton. Ditmaal ook een sterk uitgedund peloton. En als ik daar in het vizier krijg, gaan hier finishen. Alles gaat hier finishen. Alles gaat hier finishen. De politie komt door de bocht. Zijn ze nog met 5 bij elkaar? Zijn die 2 achtervolgers aangesloten? Zullen ze dadelijk met eigen ogen gaan zien? Als de finale wordt ingeleid van de koers bij de junioren. Met op kop Thijs Barendrecht. Gaan we naar de arrivé-aankomst. Naar de verlossende eindstreep. Wie gaat de hoogste ingrijpen? Er gaat fel omgesprint worden op 1 rij. Komen ze op de meet afgestekend. Wie wordt de winnaar vandaag hier bij de junioren? We gaan een heel spannende eindsprint krijgen met een aankomstrechter die zo dadelijk ook uiteindelijk de beslissing gaat brengen. We gaan kijken naar de achtervolgers. We gaan de sprint krijgen hier vanaf de 5e plaats in de wedstrijd. Hier met Aaron Bosman, met Lars de Bot. Hier ook de binnenkomst, een prachtige koers gereden van Bart Arts. In de wedstrijd ook in die kopgroep meegestreden. Even de collega's bij de bel. Attent hier een coureurs, veel succes jullie vandaag hier. Amateur sportklasse zojuist op pad gestuurd. Alle informatie kunt u vinden op de voortreffelijk verzorgde website op www.omloopderkempen.nl. We hebben nog 15 rondes te doen. We gaan eens kijken naar een nieuwe situatie. We krijgen een 3-tal koplopers. Proberen uit de greep van het peloton te blijven. Ik hoor je Steven voorin vertegenwoordigd. Ik dacht ook Steven Willemsen gezien te hebben. En dan moet eigenlijk je auto naar voren sturen. Voor het met de camera. Ja, alleen die 2 maar nog. We gaan de aankomst krijgen hier ook. Bas Jansen. Ook Thijs van der Bijl denk ik die hier
een aantal tips die gaat ook finishingen van de laatste ronde voor Dirk van Leuk. Hij voelde de hete adem van de achtervolgers onder meer ook Ronald Lichtenberg daarbij. Eerste motorrijder daar door de bocht komend. Gaan we de grote finale in met het complete peloton dat hier op de meet af gaat stevenen. Het duel op de overwinning vandaag hier in de ronde van Veldhoven is het Steven Willemsen voorin. We gaan eens kijken naar de Arrivé aankomst. Wie gaat het vandaag hier halen? Die wint hier de koers. Prachtige zegen voor de man uit Veen die de zegen gaat grijpen. Gijsbert Nieuwkoop. We zagen hem winnen in Munnekeland. Vandaag hier pakt hij de hoofdzeer. De rapste sprinter van het hele stad.